Yes, en daar zijn we dan live. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jennifer Muntslag en ik mag jullie vanuit Dynamo in Eindhoven van harte welkom heten bij de werkconferentie. Jawel, werkconferentie Amateurkunst, nummertje 9 alweer. En ik hoop dat jullie er goed voor zitten, wat te drinken bij je hebben, jezelf gemute hebt, maar wel helemaal bij ons bent ingezoomd en ready voor een middag waar we het gaan hebben over de amateurkunst, de ondersteuning daarvan, hoe staat het in de sector, hoe gaat het in de toekomst, wie gaat welke rol vertolken en wie wat doet dat waar, hoe, wie ben jij, wie zijn zij, hoe kunnen we dat vooral samen doen, nogmaals met de kijk op, oké, wat is er nu, wat hebben we nodig en hoe gaan we dat gebruiken om daar te komen? Deze middag is vooral gericht aan een ieder die werkzaam is in die sector of die daar een bijdrage aan wilt leveren. Want hoe kunnen we samen bouwen aan die toekomst van de amateurkunst? Heel veel keer wordt amateurkunst, omdat er heel veel liefde voor is. En dat gaan we vanmiddag doen op verschillende manieren. Er is een panelgesprek onder andere waar wij gaan praten. Maar er zijn ook deelsessies waar je, als het goed is, voor hebt opgegeven. Dat ga ik straks nog een keer allemaal uitleggen. En er zijn ook keynotes, dus alsjeblieft aandacht, aandacht, aandacht. Maar voordat we daar komen, ga ik je ook even vertellen dat het opgenomen wordt vandaag. Dus mocht je zoiets hebben van, ja, leuk en warm, maar mijn haar zit vandaag net niet zo goed, is helemaal niet erg als je je camera uit hebt. Zolang je ons wel nog kan horen, vind ik dat helemaal prima. En als je dan denkt, oké, het wordt opgenomen, maar waar komt het dan? Het komt op de website van Kunstlok Brabant. En dan kan je het terugkijken volgende keer. Oh ja, wat was het ook alweer? Met wie moet ik ook alweer connecten? Maar zodat jullie dat weten. En jullie zijn deelnemers die thuis actief deelnemen. Mocht het zo zijn dat je tijdens bijvoorbeeld het panelgesprek of bij een keynote misschien een vraag hebt, gooi die in de chat. Als het goed is, komt die dan bij mij binnen. En dan kan ik hem voor je stellen. Geen gekke vragen. Vragen met liefde, die bestaan er allemaal. Dus gooi ze vooral deze kant op. Actieve deelnemers, toch? Ja, leuk, leuk, leuk. Fijn. Ik had jullie ook liever heel graag hier gehad, want dan weet ik dat jullie reageren. Maar ik ga er gewoon vanuit dat het goed gaat. Thumbs up? Ja, ik doe gewoon alsof dat zo is. Oké. Dan heb ik een beetje uitgelegd van wat we gaan doen. Zometeen ga ik het nog rustiger doen. Maak je helemaal geen zorgen. Je bent goed op tijd. Nogmaals, heb je iets te drinken? Heb je een banaan erbij, zodat je energie hebt om de hele sit uit te zitten? Ja? Oké, cool. Want dan ga ik als eerste iemand uitnodigen die hier alles van weet. Zij is namelijk projectleider van deze werkconferentie. En ook adviseur amateurkunst en talentontwikkeling bij Kunstlok Brabant. Mag ik alsjeblieft een digitaal applaus? En van de mensen die in de zaal zijn ook een applausje. Alsjeblieft voor Josephine Voets. Kijk, er is toch applaus. Oh ja, kijk. Het is wel handig als we een microfoon voor je hebben. Yes, ik zocht al een headset. Ik zei, hey. Ja, nee, ja, ik ben er maar heel eventjes. Maar ik zou toch ook heel graag namens Kunstlok ook even iedereen welkom heten. Dus bij deze welkom. Heel fijn dat we het kunnen doen en dat er ook wel weer heel veel aanmeldingen zijn. Want het is wel heel belangrijk dat we toch even bij elkaar komen. Ja, want het is alweer de 9e editie. Ja, klopt. Ja. Dat gaat dus goed. Ja, dat gaat zeker goed. En wat ik zei, het is belangrijk. Want waarom we dit eigenlijk doen is omdat we allemaal graag amateurkunst willen ondersteunen. Dat is ook de mensen thuis die hier zijn, maar ook de mensen in de zaal. Iedereen heeft meegewerkt. Heeft een heel warm hart voor de amateurkunst. Vindt het ook belangrijk dat we dat blijven ondersteunen. Dat mensen zich kunnen blijven onderdompelen in kunst en cultuur. Dat ze kunnen uitleven, kunnen ontwikkelen, et cetera. Maar die sector is continu in ontwikkeling. Dus de dienstverlening is ook continu in ontwikkeling. En dat vraagt best wel wat denkkracht van iedereen. En die willen wij graag voeden. Ja. Dus dit keer niet zoals we live altijd een diner hebben voor iedereen. Maar wel voeding door middel van kennis en inspiratie. Juist. Voedsel voor de geest is ook goed. Exact. En als het goed is, hebben ze een banaantje, lunch, iets erbij. Zodat ze er mee kunnen zitten. Ja. Maar op een andere manier hebben jullie ook een prikkel volgens mij richting de mensen gestuurd. Want zij hebben een pakketje thuis gehad. Ja, je kon je daarvoor aanmelden. Dan moest je je adres voor achterlaten. Dus we wilden het niet verplichten. Maar die mensen hebben thuis een zakje gekregen met Lego-blokjes daarin. En dat hebben we eigenlijk gedaan om, nou, toch sowieso leuk om even fysieks ook iets fysieks achter te laten. Ja. Maar ook omdat die Lego-blokjes voor ons een beetje symbool staan voor dat je er van alles nog wat mee kunt maken. Oké. Eigenlijk. En dat is ook een beetje waar we het vandaag over gaan hebben. Over ondersteuning van amateurkunst, de toekomst daarvan, wat willen we gaan doen. Daar kun je met een aantal ingrediënten een heleboel kanten op. Nou, dat is met deze ook. En het leuke van deze blokjes is, en dat is ook meteen een uitnodiging aan de kijkers thuis, met deze blokjes kun je een eentje maken. Ja. En mijn vraag aan jullie is dan ook om thuis in de komende 2,5 uur, of in de pauze, of wanneer je daar zin in hebt van dit eentje, of van deze blokjes een eentje te maken. En dan ben ik heel benieuwd aan het einde van de werkconferentie of we er een paar in beeld kunnen halen en die kunnen kijken. En bijkomend voordeel, als je hem heel snel af hebt, dan zit je niet helemaal in je eentje, maar met je eentje naar deze werkconferentie te kijken.
Leuk. I like that. I like it. Mag ik die dan doen? Zeg maar, alsjeblieft. Kijk, dankjewel. Dan doe ik met jullie mee. En je hoeft niet per se nu... Voor de fanatiekelingen, fine. Voor de mensen die hem al hebben uitgepakt en die hem al klaar hebben staan, ook helemaal prima. Voor zij die dachten, oké, maar wat moet ik ermee? Moet ik aan mijn kinderen geven? Pak het terug, hij is voor jou. En dan hoef je dus niet in je eentje uit te zitten. Maar dan gaan we straks op het eind kijken. Ja. In je eentje, met je eentje. Ik vind het superleuk. Dank je wel. Nou, laten we beginnen, want daar zijn we voor, toch? We gaan beginnen. Ik zet deze even vast klaar. Want inderdaad, we hebben... Je kan het hebben over de kunsten, maar je kan het soms ook gewoon laten zien. En dat gaan we nu doen. Want er is een fantastische maker die uit Eindhoven komt. En hij doet hele toffe dingen. Hij geeft makers een podium, maar soms staat hij er zelf ook op. En als hij dat doet, wat doet hij dat heerlijk. Op veel verschillende manieren. Ik denk dat als er hier een zaal vol met mensen was. En niet alleen de sprekers die je zo meteen op camera ziet. Dan zou het gewoon helemaal lauw gaan. Als ik de naam zeg, Danny Kuipers. En nu ga jij zien waarom. Kijk even mee. Hoor je dat? Nee. Nee, stil eens. Hoor je het? Mijn vraag aan jullie is of jullie het kunnen horen. En jullie vragen je wellicht af, wat kunnen we horen? Luister goed. Het is de afwezigheid van bonkende bassen in het donker. Het gemis van honderden bezweten lichamen pulserend en schurend op de beat. Lichten zijn nu vaak enkel fel. En anders dan beklemmende sfeer leveren ze niet. Geen neon strobo laser effecten schietend vanuit het niets. Niet slingerend van links naar rechts op weg naar huis op de fiets. Maar nog steeds schrijven we poëzie voor slapeloze nachten, want wanneer kussens gevoerd met prikkeldraad zijn, zijn het de schaduwen die op ons wachten. Want hier voelen wij ons thuis. In al onze glorie, en al lijkt het soms ongeorganiseerd, is het duister beslist geen allegorie. Noem ons de nachtwakers, nachtwacht, het verbond van Nocturnus. Want wanneer iedereen ligt te slapen, bereiden wij de ringen van Saturnus. Want wij weten dat voor de dageraad het donker op zijn duisterst is. Of voor de zon de daken raakt. Maar stil eens. Nee, stil eens. En luister dan eens goed. Het zijn onze eigen bonkende bassen, die als we goed luisteren, bijna door onze borstkassen hoorden barsten. Want daar huist onze liefde voor het donker. Het zit zo diep, dat als je goed luistert, het zelfs kan horen pompen. Yes. En dat was de stem. Dat is de stem van Danny Kuiper. En hier is het gezicht zelf. Danny Kuiper. Hi Danny. Hey. We doen gewoon alsof ze hier zijn. Je krijgt hallo, van achter. Man. Kijk, eerst applaus. Ik zie mensen klappen. Dankjewel. Een digitaal applaus voor jou. Yes. Die verdien je sowieso. Want we zijn hier een middag over ondersteuning van de amateurkunstensector. Mm-hmm. En jij bent een maker. Jij bent dichter, je bent een fantastische woordkunstenaar. Maar jij biedt makers ook een podium. Ja, absoluut. Ja. Onuitgesproken en losse eindjes. Ja. Kan je ons daar een klein beetje over vertellen? Want welke ondersteuning bied jij dan? We hebben dus twee podia. We hebben Onuitgesproken. Dat is een betaald podium waar gasten betalen om artiesten te kunnen zien. Mm-hmm. Maar dat wil dus zeggen dat wij dan ook onze artiesten kunnen betalen. Mm-hmm. Waar die gasten naar komen kijken. En we hebben Losse Eindjes. Dat is een taalpodium, woordpodium. In de breedste zin van het woord. Maar het is vooral een open podium. En dat hebben we georganiseerd zodat mensen een lagere drempel hebben om naar die performancekunst te komen kijken. Mm-hmm. Een beetje de scene op te bouwen binnen Eindhoven, dat mensen elkaar kunnen vinden. Maar vooral ook dat ze zelf het podium opgaan. Fijn. Ja. Is het een beetje ook een doorgroei dan? Dat ik zeg, oké, ik wil het wel. Begin ik bij Losse Eindjes en dan hopelijk
Ja, die zijn absoluut. Daar is absoluut de mogelijkheid voor. Als je goed genoeg bent, dan kan je doorstromen naar onuitgesproken. Wat wij op onuitgesproken vooral pushen is de kwaliteit en eigenlijk het beste van Nederland. Mm-hmm. Dat is het belangrijkste voor onuitgesproken, dat er vooral kwaliteit op het podium staat. Want daar betalen mensen voor. Mm-hmm. En losse eindjes, daar kan je ook op je losse boerenfluitjes langskomen. Ja, absoluut. For everybody, met liefde van, voor. En ben jij ook heel erg bezig met de toekomst? We zijn wel bezig met de toekomst. We hebben natuurlijk afgelopen jaar, 2020, hebben wij de Cultuurprijs Eindhoven gewonnen met ons podium. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En daardoor wordt er natuurlijk wel ook van je verwacht. Van wat gaan we op lange afstand doen? Wat gaan we op lange termijn doen? En dat was ook een van onze punten. Wat willen wij op de langere termijn gaan doen? En dat was vooral het autonoom worden. Dus dat wij niet meer per se onder een organisatie vallen. En dat wij onze eigen aanvragen kunnen doen. En uiteindelijk op onze eigen benen kunnen staan. Heerlijk. Ja. All right. Hey, jij bent er vandaag. Ja. Niet alleen om deze paar vragen te beantwoorden en jou te horen als stem. Nee. Maar je gaat ook meekijken. Je gaat observeren. Uh-huh. En daarna krijgen we het in een andere vorm terug. Je hebt er een mooie benaming voor. Ja, ik ga vandaag een Nico Dijkshoorntje maken voor jullie. Een Nico Dijkshoorntje. Ja. En dat houdt in? Ik ga heel goed luisteren naar wat iedereen vandaag te vertellen heeft. Ik ga kijken naar wat de mensen thuis. Daarom wil ik ook echt dat de mensen thuis ook gewoon echt gaan interacten. Mm-hmm. En daar ga ik zeg maar een stukje over schrijven. En dat wordt in een spoken word vorm gegoten. En dat wordt aan het eind van de dag wordt dat performed door mij. Nice. Voor jullie. Nou ja, dankjewel. Ik zal zeggen, neem je plek in de ruimte waar je alles goed kan volgen. Ja. En nou, dan zie ik je straks terug. Cool, dankjewel. Dankjewel. Mag ik alsjeblieft nogmaals een digitaal applaus voor Danny Kuiper? Ik vind het fijn dat jullie dat doen. Zie je dat, thuis? Ik vind het heel fijn dat jullie snappen dat jullie dus niet kijkers zijn, maar deelnemers. En dus meedoen, meedoen. Delen. Yes. All right. We gaan naar die eerste keynote, want anders word ik weer veel te gezellig. En dan heb ik ook meteen een mededeling bij. Namelijk dat het kan zijn dat je dacht dat Eefje op den buis erbij was vandaag. Maar Eefje is helaas ziek en wij sturen heel veel liefde, digitale bosbloemen en beterschap naar Eefje. Maar die kon er niet bij zijn. Maar we hadden een reddend engeltje en die heet Marlieke van Schalkwijk. En die kan er wel bij zijn vandaag. Dus die gaat de keynote doen. De keynote over toekomstverkenning. Marlieke is adviseur bij Future Consult en ik geef het woord nu over aan Marlieke. Volgens mij ben ik er. Ja. Tof. Ja, leuk om jullie allemaal te zien. En ik kan alleen maar heel erg hopen dat ik het goed van Eefje kan overnemen. Heel erg leuk om erbij te zijn. Ik zie ondertussen dat volgens mij mijn presentatie opgestart wordt, dus dat is super fijn. Ik zal beginnen met wat over mezelf te vertellen. Mijn naam is dus Marlieke van Schalkwijk. Ik ben adviseur bij Future Consult. Je zult mij tijdens deze presentatie af en toe zien zwaaien. Dat is naar Josephine, die voor mij de presentatie doorklikt. Dus je moet niet denken dat ik een gek trekje heb. Mag je ook denken trouwens. Maar dan betekent het dat ik naar de volgende slide ga. Nog heel even over mij. Ik ben dus adviseur bij Future Consult. Dat betekent dat ik me dagelijks bezighoud met de toekomst. Dat betekent niet dat ik hem kan voorspellen, helaas. Dat zou best wel leuk zijn. En dan zou ik waarschijnlijk heel veel geld kunnen verdienen als ik de toekomst kon voorspellen. Maar het betekent wel dat ik samen met mijn collega's me bezighoud met het gestructureerd nadenken over de toekomst. En wij helpen organisaties daarmee. En ik wil jullie vandaag heel graag wat meegeven daarover, wat laten zien. De basis van strategic foresight, zoals wij dat ook wel noemen, meegeven. Dus ik heb daar een presentatie voor meegenomen. En kijk, hij verschijnt nu perfect bij mij in beeld, dus ik denk ook bij jullie. En dan mag je gelijk naar de volgende slide voor mij, Josephine. Yes, daar is die. Goed, we onderscheiden bij Future Consult twee soorten toekomsten. En dit zal u best wel eens bekend voorkomen. De toekomst die je overkomt en de toekomst die je zelf maakt. Dus enerzijds hebben we de toekomst die op ons afkomt. Hè. Ik noem maar even wat, iets waar iedereen zich mee bezig zou moeten houden. Klimaatverandering, hoe wonen wij in 2050 als het zo doorgaat? Dat is de toekomst die we ons overkomt. En daarnaast hebben we natuurlijk een toekomst die we zelf maken. Dus welke kant willen we op met de organisatie? Welke kant wil jij op met je carrière? Welke kant
klant wil je op met je bedrijf? Dat is de toekomst die je zelf maakt. En vandaag wil ik jullie een klein beetje triggeren om een rol van een verkenner aan te nemen. Om na te denken over hoe je de toekomst nou kunt gaan verkennen. En ik begin met dit plaatje. En de Photoshop. Ik vind het wat minder goed gelukt. Maar het plaatje wat ik heb meegenomen moet voorstellen het Wilde Westen. En waarom heb ik die meegenomen? Nou, in de tijd dat men de nieuwe wereld ging ontdekken en eigenlijk dus ook ging verkennen, gingen ze met hele karavanen, met huifkarren vol, gingen ze op zoek naar de nieuwe wereld, een nieuwe plek om te wonen, om te werken, om een bestaan op te bouwen. Maar ze gingen natuurlijk niet met zo'n hele karavaan gewoon naar links en ze dachten, we zien wel waar we uitkomen. Want dat is natuurlijk niet zo handig, want je hebt al die kinderen, die paarden, alles heb je bij je. Dus wat zij deden is, ze stuurden verkenners op pad. En die ene verkenner die ging naar het westen en die trof daar een bergkam en een beekje. En de andere verkenner die ging naar het noorden en die trof daar ook een beek, maar daar was die wat breder. Dus die dacht, ja, hier kan ik wel overheen met mijn paard, maar met die karren wordt het toch lastig. En de laatste verkenner die ging misschien naar het zuiden en die zag daar een mooi gebied, een mooi recht gebied waarvan die dacht, nou, hier kunnen wij onze nederzetting wel neerzetten. En 's avonds gingen zij terug naar het kampvuur en zij rapporteerden dat wat ze gezien hadden aan deze meneer. Met de krulsnor, als het goed is. Yes, daar is die. En wij noemen dit ook wel de Wagon Master. Dus die verkenners die kwamen 's avonds bij dat kampvuur en die rapporteerden dat wat zij gezien hadden aan de Wagon Master. En de Wagon Master, die was degene die de beslissing maakte welke kant dat hele karavaan zich op ging bewegen. De verkenners, die verkenden alleen. En die gingen niet met elkaar in discussie. Want dat wat de eerste verkenner gezien had, dat was net zo waar als dat wat de tweede verkenner gezien had. Nou, zo werkt het ook bij de toekomst verkennen. Je zet je zintuigen open om te zien wat komt er op ons af. En vervolgens wil je dat dan gestructureerd als een Wagon Master, wil je beslissingen gaan nemen waar je iets mee moet. Maar in de eerste plaats zijn we allemaal verkenner. Omgaan met onzekerheid. Of onzekerheid, sorry. Dat willen we allemaal wel. Dat willen we allemaal kunnen. Iedere organisatie, ieder persoon die wil kunnen omgaan met onzekerheid. En wij onderscheiden daar twee soorten methodieken in. En de eerste is forecasting. En je mag er gelijk een paar vooruit klikken, Josephine, want er komen nu allemaal animaties, maar klik maar een paar door. Forecasting is talent vooruitzien. En wat je doet bij talent vooruitzien is, je hebt datapunten in het verleden, daar trek je een trend doorheen. Dus je hebt bijvoorbeeld data over, ik noem even wat, hoeveel woningen er afgelopen jaren gebouwd zijn. We hebben data over hoeveel mensen er geboren worden. Die combineren we met elkaar. We extrapoleren die trend naar de toekomst. We doen daar een bandbreedte omheen. Hoe verder we naar de toekomst kijken, hoe groter de onzekerheidsmarge, dus hoe groter de bandbreedte. Maar op basis van die data kunnen wij vrij betrouwbaar een voorspelling doen. Dat noemen we forecasting, ook wel talent vooruitzien genoemd. Je hebt datapunten in het verleden, die kun je vrij vrij eenvoudig één op één extrapoleren naar de toekomst en op die manier een voorspelling doen. Talent vooruitzien. Maar je hebt natuurlijk niet altijd data. En dat is wanneer foresight op de hoek komt kijken. Vertellend vooruitzien. En foresight is dus ook wat wij doen en wat ik jullie vandaag een klein beetje in deze 10 minuten de kneepjes van ga bijleren. Foresight, vertellend vooruitzien. Wat je doet is, je hebt wederom datapunten in het verleden, maar dat kunnen misschien ook wat meer, ik noem het een wat zachtere data zijn. Dus maatschappelijke debatten, maar ook politieke debatten, maatschappelijke, talkshowprogramma's, alles kan dat zijn. Dat is ook data, daar trek je een trend doorheen wederom. Alleen je weet niet zo goed hoe die trend zich richting de toekomst gaat ontwikkelen. En dus ga je verschillende soorten toekomsten naast elkaar zetten. Nou, dat zie je dus hier. Je kunt hem niet één op één doortrekken, maar je kunt wel verschillende toekomsten naast elkaar zetten. En door die verschillende toekomstbeelden naast elkaar te zetten, kun je nadenken over de mogelijke implicaties of over de mogelijke betekenissen van zo'n trend voor de toekomst. En ik heb daar een filmpje over meegenomen, over voorspellingen doen over dingen die je eigenlijk nog niet zo goed weet. Dit is Donald Rumsfeld, die was minister van Defensie in de tijd dat de VS Irak binnenviel. Februari 2002 speelt dit filmpje zich af. En volgens mij hebben ze een maand later zijn ze binnengevallen. En ik ga jullie dit filmpje even laten zien en daarna ga ik er wat over vertellen. Hij mag. There are reports that there is no evidence of a direct link between Baghdad and some of these terrorist organizations. There are known knowns. There are things we know
We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. Excuse me, but is this an unknown unknown? I'm not. Several unknowns, and I'm just wondering if this is an unknown. I'm not going to say which it is. But Mr. Secretary, I'm right here. Yes. Ik kon zelf het geluid niet horen, maar ik ken het filmpje. Ik ga er dus vanuit dat jullie hem in de Teams allemaal wel kunnen horen. Mocht dat niet zo zijn, dan moet je even een chatberichtje plaatsen, want dan weten we dat voor de volgende filmpjes. Je mag hem gelijk twee doorklikken, Josephine. Want wat Donald hier zegt is heel interessant. Hij spreekt over verschillende soorten kennis. There are different kinds of knowledge. Je hebt de known knowns. We weten wat we weten. Je hebt de known unknowns. We weten niet wat we kunnen weten. Dat is bijvoorbeeld, je hebt een organisatie en er is iemand, een personeelslid, die heel veel kennis heeft van een onderwerp wat heel relevant is, maar jij als werkgever weet het niet. Dat zijn known unknowns. Je had het kunnen weten, maar je weet het niet. Je hebt ook unknown knowns. Known unknowns. We weten wat we niet weten. En als laatste heb je unknowns, unknowns. We weten niet wat we niet weten. En als we ons dan bezighouden met strategic foresight, dan gaat het over dit derde kwadrant waar ik het over had. De known unknowns, de dingen waarvan we weten dat we ze niet weten. Dus we kunnen niet altijd één op één zeggen wat er gaat gebeuren, maar we kunnen aan de hand van toekomstdenken wel in kaart brengen. Hey, we weten dit niet, we zijn hier onzeker over, maar op deze manier, omdat we erover nagedacht hebben, kunnen we daar wel invulling aan geven en kunnen we er wel iets zinnigs over zeggen. We weten niet wat we niet weten. Dat zijn verrassingen. Daar kun je je eigenlijk niet op voorbereiden als organisatie. Ook als toekomstdenker is dat heel lastig. Een globale pandemie, daar hadden we ons eigenlijk... Sommige mensen zeggen het was geen verrassing, want we wisten dat die een keer ging komen. Maar toch voor heel veel organisaties is dit wel echt een unknown unknown. Een verrassing. Wat doe je als toekomstverkenner? Nou, dat zijn eigenlijk drie belangrijke vaardigheden. De eerste is nieuw gebied in kaart brengen. Dat is eigenlijk dat voorbeeld wat ik net gaf. Als je de toekomst gaat verkennen, wil je nieuw gebied in kaart brengen. Je wil kijken, wat speelt er allemaal in mijn omgeving waar ik nog geen weet van heb. Je wil een knooppunt zijn. Je wil mensen met elkaar verbinden. Je wil zien, hey, hij heeft kennis van iets interessants. Daar wil ik meer over weten. En zij weet ook iets. Ik kan ze aan elkaar verbinden. En je wil een eerste filter op relevantie doen, dus je wil alvast nadenken over dat wat ik gezien heb. Hoe kan dat dan interessant zijn voor mijn persoonlijke toekomst, voor de toekomst van mijn organisatie of het vraagstuk waar jij je mee bezighoudt, de toekomst van de cultuursector, de toekomst van de amateurkunst. Je wil daar alvast iets over zeggen. En ik heb twee voorbeelden meegenomen signalen van verandering die we toch niet helemaal gezien hadden. Dit is de Easter Parade in New York, 1900. En wat je hier ziet, je kan het misschien niet eenmaal goed zien, is maar een gigantische parade van allemaal paarden met wagens. Nou, als je heel goed kijkt, en dan mag je Josephine hem even doorklikken, zie je dat daartussen één auto rijdt. Eén auto. En een van de grootste uitdagingen van de stad van New York op dat moment was het vraagstuk hoe om te gaan met paardenpoep. Dus hun belangrijkste uitdaging op dat moment was, hoe kunnen we nou regels, wetten, alles inzetten om die paardenpoep op straat behapbaar te houden. Want je kunt je voorstellen, met zoveel paarden en wagens is dat bijna niet te overzien. Maar slechts 13 jaar later was dit de Easter Parade in New York. En wat je ziet, allemaal auto's. En ja, je kunt het bijna niet zien op deze foto, maar er rijdt één iemand met paard en wagen. Dus zij waren heel druk met een oplossing verzinnen voor de paardenpoep, terwijl dat eigenlijk automatisch, als je die verandering, die signalen van verandering had opgepakt, dan heeft dat probleem zich automatisch opgelost en zou je je misschien wel bezig moeten houden met een heel ander strategisch vraagstuk, namelijk hoe kunnen we al die auto's kwijt? Want 13 jaar, hè, dat is echt niet lang. Dat is echt wel een hele korte tijd. En ik heb nog een voorbeeld bij me op de volgende slide. En dat is de nieuwe paus. Die werd gepresenteerd in Rome. Dit is 2005. En als je nu de volgende foto ziet, als je goed naar die foto kijkt, dan zie je dat daar één iemand een telefoontje heeft. Eén iemand, 2005. En die zit daar zo een fotootje te maken. Ik denk niet heel goed beeld, maar goed.
Als je dan de volgende foto ziet, 2013, dus dat is 8 jaar later. Het beeld spreekt eigenlijk voor zich. Ik hoef hier niet te veel over te zeggen. De nieuwe puis werd geïnstalleerd 8 jaar later en dit is het beeld. Verandering gaat ongelooflijk snel. En als verkenner wil je juist die kleine signalen van veranderingen, die wil je in kaart brengen. Ik zie dat dat de tijd heel snel gaat. Ik heb als laatste voor jullie meegenomen een methodiek om die toekomst in kaart te brengen. Wij werken bijvoorbeeld heel veel met scenario's. En scenario's zijn een manier om heel verhalend de toekomst in kaart te brengen. En ik heb denk ik nog precies tijd om het filmpje te laten zien, dus dat zou ik nog heel graag willen. Dit is een filmpje van Walter Cronkite uit 1967. En hij deed een voorspelling, hij maakte een scenario over de toekomst van het internet. En ik wil jullie dit filmpje heel graag laten zien, want het is echt heel erg interessant wat hij hier gedaan heeft. Fingertip shopping will be without electronically. A central bank computer will debit the family's account the amount of purchases and credit the department store, for example, informing the family's home computer at the same time. Father, at the touch of a button, receives an instantaneous printed copy of his budget, the amount of taxes he owes, the payments left on the car, and so forth. All documents and household records are available on the video screen for immediate reference. Also at his disposal is an electronic correspondence machine or home post office, which allows for instant written communication between individuals anywhere in the world. To maintain these and hundreds of complex electronic circuits, a monitor checks all circuits every few seconds, inserts a backup circuit if and when trouble develops, and alerts the communal service agency for replacement. Ja, ik hoop dat jullie het net zo'n leuk filmpje vonden als dat ik het altijd vind. Ik vind het ongelooflijk knap hoe iemand in de tijd dat een computer nog zo groot was als onze slaapkamers, woonkamers nu, zo'n scenario kon maken over de toekomst van het internet. En dan merk je dus dat je, door zo'n scenario te maken, geef je zelf ook heel actief die toekomst vorm. We gaan richting afronden. Zo'n scenario, dat kun je heel gestructureerd maken. Dat kun je via allerlei methodieken maken. Maar klik er maar een paar door, hoor, Josephine. Wat belangrijk is als je ooit zelf een scenario gaat maken voor jezelf, is dat er een paar criteria zijn. Ze moeten een beetje radicaal zijn, die scenario's, want ze moeten je wel op nieuwe ideeën brengen. Ze moeten heel relevant zijn voor jouw vraagstuk en ze moeten plausibel zijn. En nu denk je misschien, ja, waar heeft ze het over? Dus ik ga een voorbeeld laten zien. Van een scenario-traject dat we een paar jaar geleden gedaan hebben. En dat ging over de toekomst van de cultuurparticipatie. En wij werken dus graag met scenario's, omdat je zo alle hoeken van de kamer kunt verkennen. Hè? Dus al die toekomsten, sommige die vinden we heel logisch en andere hadden we helemaal nog nooit over nagedacht. Maar door scenario's te maken, breng je de hoeken van de kamer in kaart. En wat je hier ziet is 4 scenario's en ik ga er inhoudelijk niet op in. Maar ze geven alle 4 die scenario's, die laten op een andere manier zien hoe cultuurparticipatie eruit ziet. En het zijn doelscenario's en dat betekent dat de organisatie voor wie wij dit gedaan hebben vervolgens is gaan nadenken van wat willen wij eigenlijk? Hoe willen wij het zelf? Wat vinden wij interessant? Waar gaan wij aan bouwen? En welke kant willen wij zelf op met cultuurparticipatie? En dat, dus ze hebben eerst de hoeken van de Kamer verkend en op basis van deze scenario's besloten van deze koers gaan we volgen en deze kant gaan we op. Dus dat is een hele fijne, handige manier om met de toekomst aan de slag te gaan. En wat ik zei, je kunt het heel methodisch aanpakken, scenario's maken, maar je kunt het soms ook een beetje op gevoel doen. Wat zijn nu de belangrijkste ontwikkelingen in mijn vakgebied en die tegenover elkaar zetten? En daar wil ik hem voor nu mee afsluiten. Ik zit zo ook nog in het panel en als jullie nog vragen hebben, dan beantwoord ik die met heel veel liefde, heel graag. Ja, ik zou normaal voor een applaus vragen, maar ja, digitaal doen ze het. Maar als het goed is, hebben ze het gevolgen. En inderdaad, zometeen is Marlieke ook onderdeel van het panel. Dus gaan we kijken of we daar de whatnots en de toekomstverkenners, et cetera, kunnen vinden. Dus blijf er vooral bij. Dankjewel, Marlieke, en tot zo.
En ik ga alweer plaatsmaken voor de tweede keynote speaker. Dat is Arno Nelen. En Arno is onderzoeker bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuur, Educatie en Amateurkunst. Arno die weet er alles over, dus dan schuif ik op en geef ik het woord aan Arno. Succes. Dankjewel, Jennifer. Ik weet er lang niet alles over, maar ik weet er wel wat over. Ik heb nog even deze nodig. Ja, ik mag iets vertellen over, en dat vind ik heel leuk om te mogen doen hier, over de datapunten eigenlijk in het verleden, waar Marlieke het net over had, over vooruitkijken. En dan heb je ook datapunten in het verleden nodig. Dus we nemen even een pas op de plaats. Het gaat allemaal over de toekomst. Maar we gaan nu even kijken op basis van onderzoek hoe het er nu voor staat met de amateurkunstsector en dan vooral de amateurkunstverenigingen. Maar wees niet bang, ik eindig wel met een blik op de toekomst, omdat ik het ga hebben heel kort over het BMC-rapport. En dat heeft echt als insteek om te kijken naar de toekomst. Maar goed, eerst de verenigingsmonitor. Ik ga nog even terug. De verenigingsmonitor. De verenigingsmonitor is een grootschalig landelijk onderzoek onder amateurkunstverenigingen. En dat is wel even goed om te weten dat het hier gaat om wat wij dan noemen formele amateurkunstverenigingen. Dus dan gaat het om verenigingen die een rechtsvorm hebben, vereniging of stichting, en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De wereld van amateurkunst en amateurkunstgroepen is natuurlijk veel groter, maar in dit onderzoek gaat het om deze formele verenigingen. Nou, dit onderzoek doen we elke 3 jaar. Dat zeg ik elke 3 jaar. We hebben het voor het eerst in 2018 gedaan en nu weer in 2021. En we hopen dat te continueren in de toekomst. Het bevraagt een groot aantal onderwerpen. Ik zal straks even terugkomen op wat voor onderwerpen dat zijn. Dat doen we met een vragenlijst. En die is uitgezet deze keer in januari, februari, maart van dit jaar. En stond dus ook helemaal in het teken van ook corona. Want toen zaten we nog midden in de tweede lockdown. Wat ik vandaag ga vertellen is de resultaten van de Brabantse verenigingen die hebben meegedaan aan de verenigingsmonitor. Nou, dat doen we op de basis van een Kamer van Koophandelbestand. Waarin de verenigingen en stichtingen ook zijn ingeschreven. Er staan zo'n 11.000 verenigingen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, amateurkunstverenigingen. 16% daarvan bevindt zich in Brabant. Dus in Brabant vind je de meeste verenigingen in Nederland als je het vergelijkt met andere provincies. Dan gaat het om ruim 1800 verenigingen. En 460 daarvan die hebben meegedaan aan de verenigingsmonitor. Dus dat is ongeveer zeg maar een kwart. Het is misschien wel even leuk om te kijken hoe die qua disciplines verdeeld zijn. En dan zie je eigenlijk dat er 3 grote groepen zijn. Muziek, zang, dat zijn dus de koren en de zangverenigingen en de zanggroepen. Die zijn het grootst, op de voet gevolgd door orkesten. En daarna de toneelverenigingen en de beeldende clubs en de foto- en filmclubs en dansverenigingen, die zijn veel kleiner in verhouding. Nog een paar achtergrondkenmerken laten zien, dat is altijd wel interessant. De mate van stedelijkheid waar de vereniging is gevestigd, de gemeente. De mate van stedelijkheid van de gemeente. En daar zie je eigenlijk, dat is de linker cirkeldiagram, dat je verenigingen overal aantreft. Van zeer sterk stedelijke gebieden tot weinig stedelijke gebieden. Dus de vereniging is overal aanwezig. Het middelste cirkeldiagram gaat over de omvang en dan zie je dat ze van groot tot klein, alle maten, vind je verenigingen. Rechterboven cirkeldiagram gaat over de bestaansduur, hoe lang de vereniging al bestaat. En dan zie je dat 3/4 van de verenigingen langer dan 20 jaar al bestaat en 40% zelfs langer dan 50 jaar. Het is dus een vorm die al heel lang in onze samenleving, in onze gemeenschap aanwezig is. En ook zeg maar een continue vorm. En je ziet daar ook dat de laatste 5 jaar 2% is opgericht. Dus dat is heel weinig. Dat is anders dan bijvoorbeeld bij informele groepen, die zijn veel flexibeler. Die verdwijnen, die komen makkelijker op, maar verdwijnen ook weer snel. Wat hebben we gevraagd aan de verenigingen? 3 hoofdonderwerpen. Organisatiekracht, artistiek aanbod en maatschappelijke oriëntatie. Nou, daar valt van alles onder. Bij organisatiekracht kun je denken aan leden, hoe het gaat met de ledenontwikkeling, aantal leden, maar ook met de financiën, of ze werken met een artistieke begeleider. Bij artistiek aanbod gaat het om wat doen ze, de verenigingen, repeteren, geven ze ook les, treden ze op. En bij de maatschappelijke oriëntatie gaat het meer om
Met wie werken verenigingen samen? Zetten ze zich extra in voor inclusie van verschillende soorten doelgroepen? Of hebben ze nog aanvullend aanbod, zoals kampen organiseren of bingoavonden of dat soort sociale activiteiten? Nou, ik kan dat hier niet allemaal behandelen, want dat is veel te veel. Maar ik heb wel voor Kunstlok, op verzoek van Kunstlok, een verenigingsmonitor Brabant gemaakt. Dat is een rapport, dat heeft Kunstlok. En als je daar geïnteresseerd in bent, kun je dat zeker bij Kunstlok krijgen. En daar staat alles in. Maar ik licht er hier een aantal dingen uit. En dat wil ik doen aan de hand van te kijken naar de knelpunten. Want we hebben ook gevraagd aan de verenigingen, wat zijn jullie belangrijkste knelpunten of zorgen? Nou, wat je daar ziet, is dat het grootste knelpunt voor de verenigingen nu leden is. En dan gaat het om ledenaanwas, ledenbehoud, ledenwerving. Op dat soort terreinen zit het grootste knelpunt. 54% van de verenigingen zegt dat het daar een knelpunt ervaart. En het is ook corona gerelateerd, want de ledenwerving lag stil toen deze vragenlijst werd uitgezet. Want het zat midden in een lockdown, dus je kan helemaal niet aan ledenwerving doen. Maar ze geven ook aan dat het gaat om vergrijzing, om dalend ledenaantal, geringe aanwas van nieuwe jongere leden. Ander knelpunt is locaties. Hangt ook heel erg samen met dat die in de tweede lockdown is uitgezet. Want veel locaties waren niet geschikt om te repeteren op 1,5 meter afstand. Maar daarnaast zie je ook dat ze aangeven dat er eigenlijk te weinig ruimte is om te repeteren of te oefenen of lessen te geven. Dat is een ander punt bij locaties. Financiën is ook enigszins corona gerelateerd. Minder inkomsten omdat men niet kon optreden en daar heeft men vaak omzet uit. Maar ook de contributie was minder. Sommigen hebben geen contributie gegeven, anderen hebben een dalend ledenaantal, dus minder contributie. Maar andere dingen zijn hoge kosten van de artistieke begeleiding bijvoorbeeld en afname subsidie. Geven zij ook aan. Nou, ik wil op leden en op locaties en op financiën even wat dieper ingaan. Want leden is het belangrijkste knelpunt en is natuurlijk ook de kern van een vereniging. Het zijn leden die zich verenigen. Dus dat is zo cruciaal voor verenigingen. Laten we even kijken naar de leeftijdopbouw binnen de verenigingen. Nou, als je de grafiek, hopelijk kunnen jullie hem thuis een beetje lezen. Dan zie je dat, je moet hem zo lezen dat 19% van de verenigingen heeft leden in de leeftijd van 11 of jonger. En volgens mij is het 27%, ik kan het zelf hier ook niet zo goed zien, 27% heeft leden in de leeftijd van 12 tot en met 19 jaar. Nou, wat je aan dit staartje ziet, is dat bijna alle verenigingen leden hebben in de leeftijdscategorie van 50 tot 80. Daar zit echt het zwaartepunt. Er is trouwens wel verschil tussen disciplines. Als je bijvoorbeeld naar de orkesten kijkt, die weten makkelijker jongeren te bereiken dan bijvoorbeeld koren. Want bij orkesten is het 42% van de orkesten heeft leden van 11 jaar of jonger. En 61% heeft leden van 12 tot en met 19 jaar. Dus daar zitten wel verschillen in qua disciplines. Nou, je kan het op twee manieren bekijken. Verenigingen hebben moeite om jongere leden te trekken. De andere kant is dat de verenigingen een hele belangrijke voorzieningen zijn voor ouderen. Want dat is ook een hele grote groep in de samenleving. En daar zijn verenigingen heel belangrijk voor. Dus dat kun je hier wel uit zien. Verhouding tussen jong en oud, we hadden het over dat veel leden oudere leden hebben, maar er is ook een trend van vergrijzing gaande. Bijna de helft van de verenigingen heeft aan dat het ledenbestand aan het vergrijzen is, tegenover 11% van de vereniging die aangeeft dat er sprake is van een verjonging van het ledenbestand. Ook hier weer verschil tussen disciplines, dat is wel goed om rekening mee te houden. Bij koren is het meest extreem de vergrijzing, 61% van de koren vergrijst, tegenover 6% die een verjonging van het ledenbestand heeft. En bij toneel gaat het relatief het beste, want daar zijn 35% van de verenigingen die te maken hebben met een vergrijzing en 21% met een verjonging. Maar goed, de facto wat je hieraan ziet, is dat het verenigingsleven vergrijst. Nou, nu een hele belangrijke, het aantal leden. Want ja, verenigingen zijn de leden die zich verenigen. Dus je hebt echt leden nodig. Als je naar dit staartje kijkt, is het linkerstaartje de 2 jaar voorafgaand aan het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020. En het rechterstaartje daarna. Nou, je kan dit op twee manieren bekijken. Je kan hier zeggen, de meerderheid van de verenigingen bleef het aantal leden gelijk of steeg het. En dat is zowel voor corona als tijdens de coronapandemie. Dat is, zou je zeggen, op zich positief. Je kan het ook op een andere manier bekijken, dat het aandeel verenigingen dat
een ledendaling kent, groter is dan het aandeel verenigingen dat een ledenstijging kent. Wat dus betekent dat de facto ook de sector kleiner wordt. En die trend, die is denk ik al een aantal jaar gaande, wat ook de vorige verenigingsmonitor liet dit zien, die is dus versterkt door corona, omdat geen enkele vereniging in staat was om nieuwe leden te werven. Want als je niks doet, dan komt er ook niemand binnen natuurlijk. Maar nog even dan de positieve noot, het groene staartje. Het is dus, desalniettemin, het is geen natuurwetdaling. Het lukt verenigingen om het ledental gelijk te houden of zelfs een stijging te laten zien. Dus het, er is in die zin toekomst. Ik denk dat ik even de voorzieningen snel doorheen ga. De voorzieningen, daar vragen we naar welke voorzieningen gebruik je voor het repeteren en voor het geven van les. En aan de rechterkant voor het optreden of het organiseren van exposities. Nou, wat daar heel duidelijk uitkomt is het belang van een buurthuis of een dorpshuis. De helft van de verenigingen maakt daarvoor van gebruik voor het repeteren of voor het optreden. En dat is belangrijk om te beseffen, bijvoorbeeld als gemeente, dat een hele belangrijke voorziening is voor verenigingen om te kunnen acteren, zeg maar. De invloed van corona op de voorzieningen hebben we ook naar gevraagd. Ik wil hier dan even ingaan op het gebruik van online platforms of tools. Bijna 30% heeft zijn toevlucht daar genomen om te repeteren of lessen te geven. En 9% om een vorm van optreden of om iets te laten zien van werk dat is gemaakt. Dus dat is een minderheid die daar zijn toevlucht toe heeft moeten nemen. En we hebben ook gevraagd, ben je van plan om dit te blijven gebruiken, ook als corona voorbij is? En van die kleine groep zegt 20% ja, dat willen wij gebruiken. Maar de anderen zeggen nee, dat is geen volwaardig alternatief voor wat wij als vereniging bieden. Financiën. Wat is de belangrijkste inkomstenbron? Is duidelijk contributie. 84% van de vereniging haalt zijn inkomsten uit contributie. Misschien leuk om even naar meerjarige overheidssubsidie. 40% van de vereniging heeft meerjarige overheidssubsidie. Maar het is ook goed om te beseffen dat dus 60% dat niet heeft. En je ziet hier ook omzet uit optredens is 33%. En dat lag zeg maar bij de vorige meting ergens in de 70%. Dus dat is echt achteruit gegaan. De gevolgen van corona. Nou, de belangrijkste kostenpost is de artistieke begeleider of de docent die werkt voor vereniging. En veel verenigingen hebben in die zin hun verantwoordelijkheid genomen en hebben hun artistiek begeleider en hun docenten doorbetaald of deels doorbetaald. Dus er waren minder inkomsten. Sommige kostenposten beleven. Dus het is geen wonder dat de helft van de verenigingen aangeeft, we hebben financiële schade geleden tijdens corona. En dat was, dit voorjaar was de vragenlijst, dus het kan ook nog meer geworden zijn. En die hebben dan een schade geleden van bijna 3700 euro. Hier ook weer verschil tussen disciplines. Maar heeft dat de consequentie voor financiële positie? Bijna driekwart zegt dat het gezond tot redelijk gezond gaat met de financiën. 22% redelijk en een kleine 10% zorgwekkend of minder gezond. En dat past een beetje met de 21% van de vereniging die aangaf dat financiën een knelpunt was. Even naar de toekomst terug. Daar wil ik mee eindigen. Wij berekenen de organisatiekracht van de verenigingen. Dat doen we op basis van een berekening over allerlei onderwerpen, hoe het gaat met de leden en de financiën en de artistieke begeleiding. En daar zie je dat als we die berekeningen, 12% van de verenigingen is kwetsbaar, 36% is weinig krachtig en 42% is krachtig en 10% is zeer krachtig. En we hebben dus de verenigingen gevraagd naar hun toekomstverwachting en daar zie je dat er een duidelijke relatie is tussen de organisatiekracht en hoe verenigingen kijken naar de toekomst. En eigenlijk komt eruit hoe minder de organisatiekracht, hoe sterker de verwachting is dat ze over een jaar bijvoorbeeld veel kleiner zijn. Want wij hebben ze gevraagd naar hun mening over de stelling, over een jaar zijn we veel kleiner. Hoe waarschijnlijk vind je dat? Nou, en dan zie je dat de kwetsbare verenigingen zeggen dat 30% van die kwetsbare verenigingen zegt dat waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk is en 42% dat dat mogelijk is. Weinig krachtig is iets beter, maar ook daar zie je nog een groot percentage waarvan van de verenigingen die verwachten dat ze over een 4 jaar veel kleiner zijn.
We hebben ook gevraagd, over een jaar bestaan we niet meer. Dat is een wat extremere stelling. Maar daar zien we eigenlijk hetzelfde patroon. Alhoewel, gelukkig iets minder sterk. Kortom, een goede organisatiekracht is cruciaal voor een toekomstbestendig verenigingsleven, volgens mij. Dat kun je hier wel uit opmaken. En al de knelpunten die ze aangeven, de belangrijkste knelpunten, liggen op het terrein van die organisatiekracht. Dus het is belangrijk om de verenigingen juist op die knelpunten te ondersteunen, zodat er ook een toekomst is voor die verenigingen die het zwaar hebben. En dat brengt me bij het BMC-rapport. Dat is een rapport wat laatst is opgeleverd en dat heet De Revitalisering van de Amateurkunst. En dat heeft BMC is een adviesonderzoeksbureau en het heeft dat in opdracht van het LKCA gemaakt. En dat met als doelstelling een sterkere ondersteuning voor de amateurkunstgroepen. Het gaat hier specifiek om ondersteuning van amateurkunstgroepen. Sterkere ondersteuning met meer samenhang en met meer slagkracht. De aanleiding was een motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen, waarin het de regering opriep om onderzoek te doen naar versterking van de amateurkunst. En wat goed is om te weten, dat in dat rapport gaat het voortdurend om drie lagen. Om de landelijke overheidslaag, provinciale laag en lokale laag, om de ondersteuning te verbeteren op het terrein van al die lagen. En daarom is er ook een klankbordgroep bij betrokken. En daar zitten landelijke organisaties in, disciplinegerichte koepelorganisaties, provinciale steunfunctieinstellingen, zoals Kunstlok is daarbij betrokken in de klankbordsgroep, in de provincie, in de persoon van Evelien Nelemans. Lokale ondersteuners, cultuurcoaches zijn erbij betrokken. Maar ook belangrijk, alle overheidslagen zelf. Het ministerie van OCW, het Fonds van Cultuurparticipatie, IPO, het interprovinciaal overleg waar de provincies samen in zitten. En VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dus eigenlijk iedereen die daarbij betrokken is, is hierbij betrokken. En dat is heel belangrijk voor de draagkracht. Want het is nodig, want we hebben een inventarisatie gedaan van de ondersteuningsstructuur. Nou, daar blijkt dat in 2/3 van de gemeenten geen ondersteuning is voor amateurkunstgroepen. Op provinciaal niveau is het heel versnipperd. Hier in Brabant heb je Kunstlok met een specifieke taak voor amateurkunst en amateurkunstgroepen. Lang niet in alle provincies. En de koepelorganisaties op landelijk niveau draaien helemaal op vrijwilligers. Dus er valt heel wat te verbeteren. En daar doet dit rapport aanbevelingen voor. Het pleit voor een programma amateurkunst met een budget van 25 miljoen. Een overkoepelende aanpak voor landelijk, provinciaal en lokaal. Hier rechts, ik ga er nu niet op in, zie je wat aanbevelingen die in dat rapport staan. Dat rapport kun je ook gewoon lezen op de website van het LKCA. Eerste resultaten. De minister heeft het in ontvangst genomen. Heeft daar waardering uitgesproken. Ze heeft het gestuurd naar de Tweede Kamer. Het staat nu op een wetgevingsoverleg voor volgende week. Waarbij alle woordvoerders van cultuur aanwezig zijn. Het is in gang gezet. De klankbordgroep komt weer bij elkaar op 9 december om te denken, hoe komen we nu bij dat programma amateurkunst? Waarbij ook Kunstlok weer aanwezig is. Dan sluit ik hierbij af. Ik hoop dat in de toekomst de verenigingsmonitor laat zien dat het goed gaat met de organisatiekracht en dat er dus een heel mooi toekomstbeeld is voor de amateurkunstgroep en de amateurkunstvereniging. En als je informatie wil, dan weet je ons te vinden. Jennifer. Yes. Dank je wel. Ik heb een sneltreinvaart. Maar dat, volgens mij ging het helemaal prima. Digitaal applaus, dank je wel. Even en zaalapplaus. De voedsel voor de geest, die vliegt je hier om de oren. Ja, ik wil te veel voeden misschien. Hè? Nee, helemaal niet. Het is goed, een goede bodem hier om te voeden, want dan kunnen we die toekomst in. Want inderdaad, er komt informatie op ons af. We willen ergens heen, maar dan moet je, je moet weten hebben van, oké, maar waar staan we nu op? Wat is de grond nu? Ja. Dus dankjewel voor deze voeding. Ik ga je uitnodigen om alvast plaats te nemen aan tafel, want we gaan zo naar het panelgesprek. Maar eerst wil ik heel graag aandacht voor een video van de gedeputeerde van cultuur. Ik heb het over Stijn Smulders, die heeft een video voor ons. En daarna gaan wij daarop verder door bij ons panelgesprek. Kijk even mee. Mijn naam is Stijn Smulders en sinds juli ben ik gedeputeerde van cultuur, sport, vrije tijd en erfgoed van de provincie Noord-Brabant. En gezamenlijk noemen wij die vier thema's levendig Brabant. En de amateurkunst heeft een essentiële plek in een levendig Brabant. En dat komt omdat er wekelijks 1,2 miljoen Brabanders zelf actief zijn met cultuurbeoefening.
Ze maken muziek in de fanfare, ze schilderen bij de Crea Club of ze zingen in een koor. En dat is zo belangrijk voor Brabant, want de cultuur verbroedert en het zorgt ervoor dat Brabant voor zoveel mogelijk Brabanters een fijne plek is om te leven en om te recreëren. En amateurkunst dragen wij dus een enorm warm hart toe. Als provincie hebben we met veel belangstelling kennis genomen van het BMC-rapport Revitalisering van de Amateurkunst. Het rapport geeft heel goed weer waar de partijen in de amateurkunst dagelijks tegenaan lopen. Het zijn allemaal voorbeelden, hè, die we ook uit onze eigen verenigingen kennen. Dat het lastig is om jongeren te betrekken bij de amateurkunstverenigingen. Dat de digitalisering niets doet en dat dat nog eens een keer versterkt is door de COVID-lockdowns. Dat zijn allemaal uitdagingen waarin we een oplossing moeten zien te vinden om echt weer te komen tot een levendige amateurkunst. En ik vind het ontzettend fijn dat het rapport niet alleen die knelpunten goed beschrijft, aan de andere kant ook heel veel oplossingen geeft. Waar we met elkaar aan kunnen gaan werken om te zorgen voor een levendige amateurkunstsector. Er zijn zoveel dingen die we zouden kunnen doen. Het gaat niet lukken om het allemaal te doen. Desalniettemin vind ik het wel ontzettend belangrijk om deze input mee te nemen bij het opstellen van ons nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030. Want dat is wat we gezamenlijk het komende jaar gaan doen. We gaan nieuw beleid maken voor cultuur, sport, vrije tijd en erfgoed en tot 2030. Dus we gaan samen de stip op de horizon bepalen, onze doelen bepalen. En ik wil jullie dus uitnodigen om met dat in de gedachte vandaag ook het gesprek met elkaar aan te gaan en te kijken wat dat voor de amateurkunstsector zou moeten betekenen, ook als het gaat om de rol die de provincie en de gemeentes daarin spelen. En daarbij wil ik iedereen uitnodigen om ook het komende jaar te blijven participeren in ons traject om ons nieuwe beleid tot stand te brengen. En dat kan via onze website www.levendigbrabant2030.nl. Yes, dankjewel Stijn Smulders. En wij zitten ondertussen aan tafel en die ook aan de digitale tafel aanschuift, heb je eerder gezien, is Marlieke van Schalkwijk. Marlieke, je bent er als het goed is ook bij, dus join ons in beeld en anders hoor... Yes, daar is Marlieke. Hoi, hoi. Arno zit ook aan tafel, maar ik heb ondertussen ook aan tafel Frank de Jong, adviseur bij Kunstlok Brabant. Hallo. Hallo. En daarnaast zit Henry Swinkels, directeur en bestuurder van Kunstlok Brabant. Hallo. Hallo. Fijne tafel. De helft van de tafel heeft een microfoon handheld en de andere heeft hem zo zitten. Mooi verdeeld. Oké, we zijn al een beetje ingewijd. Right? We weten op welke grond we staan. We hebben de voeding, we hebben de zaadjes in handen. En nu? Wat nu? Want om meteen even de diepe in te springen. Eerste onderwerp. We gaan ongeveer, we hebben een half uurtje, klein half uurtje, om met elkaar te gaan praten over wat is er nu en hoe gaan we elkaar ondersteunen. Eerste onderwerp waar we even over gaan is ondersteuning van de amateurkunstsector over het algemeen. Hè? BMC-rapport geeft aan ondersteuning is nodig. Wat gaat er mis? Wat gebeurt er als die ondersteuning er niet is? Drop ik even zo op tafel. Volgens mij is dat al heel goed herkenbaar. De fundering die is weg, die ebt weg. We hadden natuurlijk, je moet toch even naar het verleden ook kijken. Een stukje verleden hadden we een behoorlijk goede structuur, provinciaal als zowel lokaal. Maar als je lokaal ziet, de kunstinstellingen, de gemeentelijke muziekscholen, die zijn er amper. We hebben ooit eens een documentaire gezien waar we de tweede vraaggesprek over krijgen. Dat we nog 8 gemeentelijke muziekscholen hebben in heel Nederland. Dat is natuurlijk een grote aderlating. De ondersteuning is weg. We hebben natuurlijk nu wel cultuurcoaches en intermediairs. Maar het onderzoek heeft uitgewezen dat pas in 2/3 van de gemeentes niet het geval is. Dus waar moet je nog heen met je vraagstukken? Waar moet je nog heen met je ondersteuning? Waar kun je naartoe? En die infrastructuur, die hebben we niet meer. We moeten natuurlijk vooruitkijken. Hoe kunnen we dat terugkrijgen? Hoe kunnen we dat samensmelten? En dan is het heel relevant, denk ik, dat je het landelijke, het provinciale en het lokale, wie gaat wat doen? Hoe stem je dat met elkaar af? Dat echt een issue moet gaan worden. Van hoe gaan we dat met z'n allen aanpakken? Wat is de provinciale taak? Wat is de lokale taak? Want heel veel kan ook lokaal niet meer georganiseerd worden en wordt dus bovenlokaal georganiseerd, dus provinciaal. Ja. En dat zijn toch wel de eikpunten op dit moment. Maar dan is het inderdaad, het lijkt verder weg te gaan. Oké, nu moeten jullie dit doen. Maar doen ze dat? Wie doet dat dan? Dat is mijn grote vraag. Wie doet dat dan echt? Ja, we kijken elkaar een beetje aan. Wie doet dat dan precies? Want dat is misschien ook wel de vraag. Op het moment dat we het ook over deze 3 overheidslagen hebben. Nu een belangrijk initiatief mogelijk vanuit het ministerie te nemen. Dat is natuurlijk altijd een
grote trigger voor andere overheidslagen om er wellicht mee te gaan doen. Dus denk ik best belangrijk dat de Rijksoverheid zich op zijn minst afvraagt van hey, hebben we hier een rol in en vinden we het belangrijk? Maar uiteindelijk betekent het bij alle overheidslagen dat we allereerst het belang wil zien van amateurkunst. En naast degene die het zelf beoefenen, zou je ook kunnen zeggen, er gaat er een enorme uitstraling van uit van mensen in verenigingsleven en in verenigingsverband actief zijn met elkaar. En nou ja, volgens mij de gedeputeerde noemde net zoiets als verbroedering, wat eruit voortkomt. Vermaatschappelijk in de zin van wat betekent het eigenlijk voor een samenleving dat je actief bent in het kunst bezoeken en beoefenen. En daarmee ook een gemeenschap mee vormt. En dat zou zeggen dat je in de lokale hoedanigheid eigenlijk als geen ander ervaart wat het verenigingsleven te brengen heeft. Met al die mooie kunstdisciplines die ook nog iets anders brengen. Namelijk van hoe geven wij met elkaar betekenis en een rol aan hoe wij hier samenleven. Mm-hmm. Ja, dat als je dat maar met elkaar in beeld hebt en daarmee het belang ziet, dan durf je ook met elkaar te investeren. Want ik constateer ook maar dat het in ieder geval niet alleen maar van de amateurwereld zelf kan overgelaten worden. Uiteindelijk kun je zien dat als er nu zoiets ons overkomt als corona, ja, maar ook eigenlijk hoe in de afgelopen jaren de hele infrastructuur sleets is geworden en niet onderhouden is geworden, ja, dan komt het allemaal op die schouders van al die vrijwilligers. En dan wordt het een... Ja, de weerbaarheid van die sector staat dan onder druk. En wil je bedenken hoe dat ooit is geweest, die infrastructuur, waarbij het vanzelfsprekend was dat je inderdaad de muziekschool in de buurt trof en als je een instrument wilde bespelen, altijd in een bereikbare afstand dat instrument ergens kon leren beoefenen. Mm-hmm. Ja, dat is voor een groot deel weggeslagen. En als we de rijkdom daar weer van willen ondervinden en onderkennen, dan hebben we dus ook weer iets te herstellen en op te bouwen. En daarom eigenlijk bijna zo'n masterplan als wat er nu voor ligt, is denk ik een hele belangrijke. Maar ook belangrijk dat we op alle niveaus, zowel overheden als al die anderen, daarin de handen ineen slaan. En ook met elkaar een geloofwaardige toekomst willen bouwen voor deze sector. Ja, ik ben heel benieuwd, hè, want Marlieke, zit hier dan ook iets in? Want je had het eerder over, en misschien werkt mijn brein net iets anders. Maar dit is dan ook misschien zo'n ding toch voor die toekomstverkennis. Of dat je denkt, oké, hoe kunnen we dit goed voorspellen met de info die we nu hebben? Ja, ik denk dat een hele relevante vraag, en ik was hem toevallig net aan het opschrijven om te stellen, maar kijk, veel verenigingen hebben een vrij traditioneel model, veel vrijwilligers, en het werd ook al net aangehaald, die vergrijzing speelt gewoon heel erg mee, maar we zien ook trends van flexibilisering, we zien trends van de 24-uurs-economie, mensen willen hun leven steeds flexibeler inrichten, dus ik vroeg me ook af van joh, hebben jullie een beeld van de vereniging van de toekomst? Een soort vereniging 3.0. En hoe kun je daar nu al in investeren? Dat zijn denk ik hele belangrijke vragen om nu al te stellen. De vereniging van de toekomst. Ja, goede vraag. Goeie vraag. En trouwens nog een kleine reminder aan de mensen thuis, de deelnemers thuis. Heb je een vraag? Gooi hem alsjeblieft in de chat. Want dan kunnen we hem hier ook bespreken samen met jullie. Maar ja, Arno, sorry. Nou ja, je hebt natuurlijk... En dat laat de verenigingsmonitor ook wel zien. Verenigingen die het heel goed doen. Dus die hebben wel een modus gevonden hoe ze succesvol kunnen zijn en organisatiekrachtig. Maar er is geen één oplossing. Nee. Er zijn oneindig veel verschillende manieren om het volgens mij aan te pakken. Ik heb een keer met een vereniging gesproken. Dat was een fanfare, ging heel slecht. Die zijn op maandagochtend gaan oefenen. Waardoor ze de ouderen... veel meer handiger, dat was voor hun veel plezieriger om op maandagochtend te samen gaan oefenen dan in de avond bijvoorbeeld, wanneer ze s'avonds over straat moeten. Ja. Er zijn ook verenigingen die met elkaar zijn samen gaan werken en bestuurlijke taken samen oppakken. Die hebben een gezamenlijke penningmeester. Dus er is niet één antwoord op deze vraag, denk ik. En het is zo dat er steeds meer flexibilisering ook komt en je... De verenigingsmonitor heeft over verenigingen en de formele verenigingen. Mm-hmm. Het aantal mensen, dat weten we vanuit een onderzoek, het aantal mensen wat in groepsverband aan amateurkunst doet, neemt op zich niet af. Er is ook een hele grote groep die het in informeel groepsverband doet. Mm-hmm. Die met een clubje vrienden samenkomt op maandagavond en samen schildert. Ja. Zonder dat daar een juridische rechtsvorm of begeleiding bij is, maar samen doen ze dat. Maar dan is het altijd wel goed om vanuit beleidsperspectief ook te beseffen dat een vereniging
Ook een voor de leden is het heel fijn. Het maakt niet zoveel uit of je in een vereniging samen kunst doet of in een groep vrienden. Want je kan op dezelfde manier daar profijt van hebben. Maar voor een samenleving heeft een vereniging een iets andere waarde dan zo'n informele groep. Want een vereniging is zeg maar, zo, ik omschrijf het altijd, een vereniging wil een voorziening zijn. Ja. We zagen net dat het ook een verleden heeft, wil ook graag een toekomst hebben, mm-hmm. doet aan ledenwerving, werkt heel veel samen met andere partijen. Dus dat is binnen je gemeenschap een voorziening. Ja. Dus er zit ook een andere waarde. Dus wel belangrijk om volgens mij die voorziening ook te behouden voor een gemeenschap. Ja, ik maar, er niet maar is het ook niet, Arno, is het ook niet een stukje maatwerk? Want er zijn natuurlijk ook verschillende gemeentes die de subsidiestromen op nul hebben gezet, bij wijze van spreken, voor verenigingen. Daar heb je natuurlijk als vereniging ook last van, ondanks dat je een maatschappelijk onderdeel bent. En wat ik ook zie bij een aantal verenigingen is een stukje professionalisering. En dat zie je vooral bij grote sportclubs, waar ouders gewoon heel erg ingezet worden, maar dat moet wel gemanaged worden. Dus naast de betaalde trainer, zal ik maar zeggen, hebben ze daar ook een betaalde soort van coach van bijvoorbeeld een 18 of 20 uur, die alleen al die vereniging managed, alleen al het afstemmen van wie rijdt er, wie doet dit, wie doet dat, wie doet zus, want dat kan je gewoon niet meer eisen van vrijwilligers, waarvan er velen gewoon allebei werken, man en vrouw of wat dan ook. En de tijd ontbeert gewoon. Dus dat stukje zie je ook wel terug. En daarom denk ik dat het ook heel erg maatwerk is. Want we zijn alleen al in allerlei gemeentes. En gelukkig wordt Kunstlok er steeds meer bij betrokken om advies te geven aan gemeentes. Door met beleidsplannen mee te schrijven of kijken naar de beleidsplannen. Omdat we natuurlijk toch die helikopterview hebben. Maar ik kan bijna geen ene gemeente noemen waar de subsidiestromen gelijk zijn. De een heeft een rugzakjesmodel. De andere subsidieert de vereniging. De ander subsidieert projecten. Dus het is een wirwar van subsidies. Dus volgens mij nog meer noodzakelijk om beter met elkaar af te stemmen. En hoe gaan we dat nou in ons Brabant allemaal met elkaar doen? Ja, en ik denk omdat het maatwerk is, bijna op individueel verenigingsniveau, dus moet die ondersteuning zeg maar, op lokaal niveau ook aanwezig zijn. Dan moet iemand heel dicht bij de verenigingen staan die ze helpt in die zin. Ja, en dat is dan kan een intermediair of een cultuurcoach zijn. Ja. Die afstemming kan ook weer provinciaal en ook weer landelijk. En dan heb je dus die drie traps weer landelijk, provinciaal, lokaal. Wie gaat wat regelen? En hoe gaan we die structuur opbouwen? Nice. Ik heb een vraag van Judith Ensel. Dankjewel, Judith. De vraag is, hoe kunnen we de informele verbanden vinden en verleiden om ook een voorziening te worden? Goeie vraag. Ja, dat is moeilijk. Zeg maar bij de verenigingsmonitor hebben we natuurlijk ook een keer de vraag gehad, welke amateurkunstgroepen gaan we bevragen? Toen is het de formele vereniging geworden. Mm-hmm. Want zo'n informele groep, ja, die is heel moeilijk vindbaar, want dat zijn mensen die met elkaar besloten hebben. Wij doen dit gewoon onderling. Dus dat is moeilijk om die te vinden. En om ze te verleiden om ook een voorziening te worden, dat is in die zin moeilijk. Maar je zou wel als ondersteuning natuurlijk ook het stimuleren van gewoon groepen die zich niet formeel organiseren, maar wel misschien ondersteuning nodig hebben bij een locatie om samen te kunnen komen. Zou je qua ondersteuning wel deze groepen ook kunnen faciliteren om daar voor deze groepen er ook te zijn? Zodat ze dan toch bij elkaar betrokken wordt zonder dat zij inderdaad verplicht zijn dan of verplicht voelen om een formele organisatie te worden, zeg maar. Ja. Ja, maar dat je dus wel ondersteuning biedt, ook om die vorm van groepsbeoefening te stimuleren. Ja, en dat mensen elkaar zo ook weer vinden. Want in die end hebben we dus allemaal, het is ook een soort van netwerk, toch? Als je dan weet, op deze locatie kan ik toch wel terecht voor deze informatie. Of het uitwisselen van, heb je er eindstand allemaal wat aan, als het goed is. Ja, ik kan me zomaar voorstellen dat je in een informele setting blijft. Omdat je dan ook niet aan allerlei verplichtingen gaat moeten voldoen die toch met een stichting of met een vereniging natuurlijk te maken hebben. En als je nou zegt, wij zijn eigenlijk voor een heel ander doel bij elkaar dan dat we dat allemaal moeten gaan organiseren en besturen, wat veelal natuurlijk het uitgangspunt is, dan is het ook een enorme drempel om een formele stichting of vereniging op te richten. Want dan ben je wel opeens gehouden aan al die formaliteiten die erbij komen. Ja. Dus dat kan op zich best een heel groot dilemma zijn om het formeel te maken. Maar als het dan gaat om over ondersteuning, dan zouden we inderdaad moeten kijken hoe je de ondersteuning die de gemeente wellicht daarop organiseert, ook niet alleen maar inzet voor de formele stichtingen en verenigingen. Zodat je je ook vanuit je gemeenschap gesteund voelt als dat een informele karakter heeft. Want ik denk, het gaat veel meer over de verbinding met elkaar leggen dan via welke organisatievorm dat plaats zou moeten vinden. True.
Ik ben overigens nog wel, als ik dat heft, ja, maar even, zeker, ja, ik ben een beetje getriggerd door de term van kunnen we nou, hebben we het nou over een toekomst die ons overkomt? Of een toekomst die we zelf kunnen maken? En ik constateer wel dat om de toekomst te maken moet je denk ik ook de ruimte ervaren dat naast puur je vereniging overeind houden, mm-hmm. je eigenlijk ook wat ruimte ervaart om over die toekomst te kunnen nadenken. En er wellicht gerichter tijd voor te kunnen maken en die scenario's te kunnen schetsen. Terwijl de situatie op dit moment ook wel zo is dat heel veel mensen, verenigingen, bezig zijn met überhaupt bestaansrecht. Mm-hmm. Overeind blijven. Overleven. Een soort overlevens, precies, een overlevingsmodus. Ja. En ik dus vraag me wel af, hoe kunnen we met elkaar ook de tijd en ruimte creëren om inderdaad mede zelf over je toekomst te gaan. Omdat de situatie misschien wel zo prangend is dat wie gaat er dan de gelegenheid scheppen om daar überhaupt in scenario's te denken. En als je dat niet doet, dan zit je inderdaad met alleen maar een toekomst die je overkomt. En ben je heel erg afhankelijk van wat anderen gaan doen. En dat vind ik best een dilemma op dit moment. Wat kunnen wij eigenlijk van onze verenigingen in die zin ook vragen op dit moment? Of moeten we hen eerst toch even uit die overlevingsmodus zien te halen om dan ook met hen in die nieuwe fase terecht te komen? Ja, ik heb het antwoord niet. Ik heb het antwoord niet, maar dat is wel een dilemma wat ik op zie doemen. Ik zie Marlieke knikken. Ja, ik denk dat dat een dilemma is die veel organisaties kennen. En ik kan me heel goed voorstellen dat het juist voor verenigingen nu heel heftig is. Kijk, idealiter maak je natuurlijk scenario's op het moment. Dat zeggen wij altijd tegen organisaties. Maak nou scenario's op het moment dat je denkt dat alles helemaal geweldig gaat. Want dan heb je de rust en de tijd. Tegelijkertijd las laatst een Japans gezegde volgens mij. Dat zei, als je heel druk bent, ga even zitten. Dus heel soms helpt het ook om juist... Maar dat is altijd zo makkelijk gezegd, hè? Juist als er heel veel gebeurt om even een stapje terug te nemen. Ik denk dat je hier wel verenigingen in kunt faciliteren door bijvoorbeeld, ondanks dat ik net hoorde dat er niet één oplossing is voor de vereniging van de toekomst, maar je kunt wel kijken of dat je een soort rompscenario's kunt maken, juist als basis en die verenigingen dan zelf kunnen gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Oh ja, hoe zit dat bij ons? En daar kun je natuurlijk wel een stukje in faciliteren. Maar ik kan me goed voorstellen dat dit een heel moeilijk moment is. Je wil vooral overleven. Je bent bezig met je hoofd boven water houden. En dat heeft dan soms net meer prioriteit dan echt op de lange termijn denken. Ja. Yeah. Ik zie nog een vraag van Wil, maar misschien is die een beetje beantwoord. Maar Wil de Kort, we hebben je vraag gezien. Is het minder goede imago van de vereniging hier debet aan? Dus met andere woorden, waarom sluiten informele groepen zich niet aan bij verenigingen? Maar ik denk dat toch een beetje... verenigingen heeft toch wel een aantal regels. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als je naar de Harmonie van Vader Brassband wereld kijkt, maar ook gewoon naar toneelverenigingen, die hebben toch op een vaste tijd... repetitie. Ja. En toen wordt er wel geacht dat je daar één keer in de week komt. De niet-informele groepen hebben dat veel minder. Die gaan gewoon bij elkaar zitten. Die gaan een leuk iets doen. Dat kan projectmatig zijn, maar dat hoeft niet elke week te zijn. Die binding is er niet en die wil men ook niet. Mm-hmm. Dus ik denk dat de structuur van een vereniging dat het toch nopt om die mensen die dat niet zoeken, dus het informele niet zoeken, gewoon zelf iets gaan beginnen. Wat meer ongedwongen. Ja, precies. Ik denk niet dat het echt met het imago te maken heeft. Het zou kunnen, maar ik denk dat het grote... ongedwongen. Ja, het nou, ongedwongen. Carlijn de Bot die zegt, zichtbaarheid is belangrijk over het hele veld. Wellicht zitten de oplossingen wel in de informele sector om die problematiek voor de verenigingen op te pakken. Dus misschien, in plaats van dat we denken, oh ja, maar misschien moeten ze zich voegen bij de formele sector, is het antwoord wel daar en kijken naar... Dat flexibele mm-hmm. misschien wel, dat niet per se moet. Nou, je ziet ook heel vaak dat een vereniging steeds meer een soort, ik noem dat een parapluvorm krijgt. Dus mm-hmm. dat er meerdere onderdelen binnen die vereniging vallen. En dan is de vereniging zelf onderdeel van die paraplu. Dus mm-hmm. dan kun je ook de informele groepen een plek geven. Je kunt ook binnen bijvoorbeeld het lokale gebeuren meerdere organisaties een plek geven boven één paraplu. Dan heb je die flexibiliteit wel. Dan heb je veel meer keuzes. Je kunt ook veel meer crossovers maken en dergelijke. Dat zie je ook hoor, op sommige plaatsen. En toch wel met succes. Ja, gelijk. Omwille van de tijd wil ik toch een beetje naar het tweede onderwerp wat we hadden. En we kunnen het mengen hoor, sowieso. Want eerder gaf je ook al aan, Frank, de muzieksector bijvoorbeeld, als we dat erbij nemen. Muzieklessen, de muziekscholen, er zijn nog maar 8.
Ja. Het is een gek idee als je dat hardop zegt. Ja, dat vind ik ook schrijnend. En niet alleen ik. Er zijn er maar 8 gemeentelijke muziekscholen in Nederland. Dus daar heeft een kaalslag plaatsgevonden. Ik ondervind het gewoon elke dag aan de lijve van echt locaties waar niets meer is te verkrijgen. Mm-hmm. Kijk, we hebben natuurlijk wel. We hebben gewoon gezegd van er komen ZZP-achtige constructies, er komen collectieven. Maar ik merk toch wel heel vaak bij de collectieven, zonder ze te niet te doen, want ze werken gewoon keihard. Yeah. Dat ze bezig zijn met werken, overleven, centjes verdienen. En waar is dan jouw toekomstvisie? En daar is gewoon de tijd ontbreekt ervoor om nou eens goed over cultuur na te denken. Waar willen we er nou eigenlijk mee naartoe? En het is ook voor de stakeholders een kwestie van waar moeten wij naartoe? Ik hoor zo vaak in mijn directe omgeving van ja, mijn zoon of dochter wil dit of dat gaan doen binnen de muziek. Waar kan ik eigenlijk terecht? Want het is gewoon, kijk, als je op zwemles wil of op hockey wil, is het allemaal heel duidelijk. Daar is het ook wel, daar is het zwembad. Het is allemaal heel gestructureerd. Maar muziekles is een beetje een ratje toe. De A geeft les op een zolderkamertje, B ergens in de garagebox. Dan zijn er nog wat faciliteiten van gemeenschapshuizen waar dan een collectief of enkele docenten samenkomen. Maar het is gewoon zoeken. En wat als het niet klikt? Ik heb het al zo vaak meegemaakt dat het gewoon tussen docent en leerling op een gegeven moment niet klikt. Dat kan gebeuren. Dan ging je vroeger naar een directeur of naar een coördinator toe. Dan werd het opgelost of er was nog een andere docent. Nu is het gewoon, we gaan uit elkaar, het is klaar. En heel vaak gaat het kindje gewoon helemaal niets meer aan muziek doen. Omdat je dan die ervaring daar hebt en dan denk je, oké, dat is dus niet voor mij. Terwijl binnen de muziekschool had je misschien net een andere stap kunnen maken, een andere doorschuif. Ja. Nou ja, en je ziet dat nu al doorsijpelen aan de conservatoria. En wat dan wel is, bijvoorbeeld voorheen, als je naar de beroepsorkesten kijkt in de beroepswereld, dan waren de koperblazers en de slagwerkers, dat waren echt mensen uit Brabant of uit Limburg. Maar in ieder geval, dat was gewoon zo. Nou, dat is al lang niet meer zo. En dat is helemaal niet erg. Hè. Er komen er nu uit Japan, er komen er uit Duitsland, noem het allemaal maar op. Dat is niet erg, dat is prima. Maar wat wel jammer is, dat zij een veel betere bagage hebben. Ja. Zij zijn veel beter opgeleid. En dat is niet helemaal eerlijk. Nee, dat is zonde. Want wij zijn die infrastructuur kwijt van dat opleiden. En dan kan je wel zeggen, het moet binnen buitenschools gebeuren. Dat is natuurlijk een heel goed idee en een goed initiatief. Maar dat komt maar heel moeizaam van de grond. Maar, want inderdaad, die kunstbeoefening in de vrijheid, het wordt nu heel anders gedaan. Dus we kunnen eigenlijk zeggen, hè, toekomstdenkend dan, we hebben een nieuw systeem nodig. Waar moet dat systeem aan voldoen? Wat kunnen we kijken van, oh ja, dat hadden we. Welk stukje had de muziekschool bijvoorbeeld? Dat we zeggen, maar dat moet dat nieuwe systeem hebben. Even zo on the top of my head. Arno, ik heb je vragen gezien, die ga ik zo stellen. Past hier heel mooi bij. Oh. Ja. Andere Arno. Een andere Arno, sorry. Het is moeilijk om nu zomaar het hele systeem te vullen. Maar wat ik denk, wat in ieder geval van belang is, is dat we het niet alleen maar specifiek op amateurtoneel of op amateurkunst zetten. Mm-hmm. Het is altijd eigenlijk een soort idee in een keten. Hè, van op het moment dat dat vanzelfsprekend is dat kinderen op school al met cultuur in aanraking komen en daarmee de eerste kennismaking doen, is het ook waarschijnlijker dat zij de weg naar amateurkunst vinden. Mm-hmm. En daarin geïnteresseerd kunnen raken in de beoefening. En ook dat heeft allemaal weer effecten op hoe binnen de samenleving over kunst gesproken en gedacht wordt. En in hoeverre mensen ook in hun volwassen leven kunst blijven bezoeken en wellicht beoefenen. En door het nu helemaal op te knippen, kunnen we soms ook die hele ketenwerking, zoals we dat noemen, er niet doen. Mm-hmm. En ik denk steeds van, enerzijds moeten we natuurlijk wel focus kunnen aanbrengen. Dus vandaar goed om ook af en toe even de focus op amateurkunst te leggen. Maar laten we vooral ook in de gaten houden hoe dat allemaal met elkaar gelinkt is. En dat we dus over die volle breedte de aandacht voor kunst en cultuur organiseren. En dat begint toch bij onze jeugd en kinderen daar al van te doordringen. En de beste manier en de beste plek om hen dat mee te geven is op school, omdat ze daar allemaal langs zullen komen. Ja. Maar zorg dan wel dat als dat plaatsvindt, dat er meteen een infrastructuur omheen zit. En of dat nou formeel of informeel is. Maar dat je wel plekken in de buurt hebt waar je vervolgens ook buiten die scholencontext daarmee aan de gang kunt. En ik wil ook nog wel een pleidooi doen om dat dan goed te faciliteren en met gediplomeerde docenten te kunnen werken. Want ook dat is natuurlijk, zeker in het muziekonderwijs gaande, dat daar waar gediplomeerde docenten zitten, nu ook wel concurrentie is van heel veel mensen die ver onder de prijs werken. En wij zijn er ook voor om uiteindelijk werkgelegenheid te organiseren in deze sector. En daar dus ook de gediplomeerde docenten een goede plek in te geven. Kortom, het heeft heel veel kanten en accenten.
wat allemaal een soort van infrastructuur of ecosysteem met zich meebrengt. Waar we, denk ik, in toekomstscenario's denkend ook niet zomaar een soort plan hebben van wij kunnen voorspellen dat het er over 5 jaar zo uitziet. Maar misschien wel een soort routekaart met bijna een verkenning of ontdekking. En laten we daar de eerste stappen in gaan zetten en dan ontdekken of dat gaat werken. En of dat het ook die kant op kan hellen. Want dat is misschien ook iets met onzekerheid proberen om te gaan, is ook de eerste stappen gaan zetten en te kijken hoe het uitpakt. En er hoort ook maatwerk bij. Want ik ben er ook steeds meer van overtuigd dat we niet in een wereld zitten waarin we één one size fits all nu overal kunnen toepassen. Nee. Zeker niet. Dat is steeds minder het geval. Dus we moeten ook heel erg kunnen organiseren. Wat is er op die locatie gaande? Wat is er met die vereniging gaande? En kunnen we met elkaar helpen die vereniging te doen groeien en bloeien? Yes. Ja, nee. Kan ik me alleen maar bij aansluiten. Maar ik denk dat het goed is om na te denken over een nieuw systeem voor die muziekscholen en de muziekeducatie en de buitenschoolse kunsteducatie. Want er is de afgelopen jaren vanuit het beleid heel erg ingezet op dat zaadje planten in het onderwijs, wat heel belangrijk is. Maar door die focus helemaal op de binnenschoolse, is dat buitenschoolse, zoals we dat dan noemen, is een beetje losgelaten. En daarvoor is nu zo'n BMC-rapport nodig om die infrastructuur dan weer te revitaliseren. Zodat wel die connectie weer mogelijk is. Want verdieping kun je niet binnen school krijgen. Nee. Dus verdieping moet er buiten. En het probleem nu, denk ik, of als we denken over een toekomstscenario, is het belangrijk om continuïteit weer te krijgen in dat buitenschoolse. Want dat is nu helemaal overgelaten aan de markt. Mm-hmm. Dus het zijn allemaal zelfstandige ondernemers met alle problemen en gevaren van dien, zeg maar, lage inkomens, niet verzekerd. En dat soort. Dus daar moet voor mijn gevoel wel een systeem komen wat hier, maar ik heb ook niet het antwoord, maar als sector moeten we daar wel bewust van zijn. Ja. Dat is het nu, maar dat werkt niet helemaal. We snappen wel dat het niet een of-of is, maar en-en. Maar welke ennetjes worden dat dan? Maar des te belangrijker dat er nu zo'n initiatief zit. Zeker. Waarbij het ministerie aangeeft verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben ook blij een gedeputeerde te horen die daar in ieder geval met alle openheid naar wil kijken. Mm-hmm. Ik wil kijken welke rol de provincie daarin neemt. En hij nodigt ons ook nog uit om daar het komend jaar met de provincie over na te denken. Dus volgens mij hebben we en een mooie informatiebasis op basis van dit rapport waar we op dit moment staan. Mm-hmm. Hopelijk met mooie toekomstverkenningen komen we erachter wat mogelijke scenario's zijn die we kunnen gaan invullen. En we kunnen de provincie ook in kennis stellen van hoe wij wellicht onze eigen toekomst zien. Dus het dilemma wat ik net schetste is er en blijft er. Maar mm-hmm. Er is anderzijds ook wel een gelegenheid om nu met elkaar, in ieder geval voor de komende 5-6 jaar, in Brabant die toekomst te gaan schetsen. En dat lijkt me ook mooi om dat eigenlijk zoveel mogelijk met die verenigingen te doen. Mm-hmm. En vandaar een beetje mijn zorg. Hoe kunnen we de verenigingen ook vanuit het gevecht over überhaupt bestaansrecht halen en mee laten denken over hun eigen toekomst? Daar heb ik ook niet meteen het antwoord op. Maar misschien kunnen we wel met elkaar de krachten mobiliseren om dat op zoveel mogelijk plekken mogelijk te maken. En eigenlijk is dit doen met elkaar al een eerste stap mogelijk. Hè? Oh ja, zeker. Ja. Weet je, dit is weer even bij elkaar dat herinneren, ophalen. En als je de meningen deelt, als je de ideeën deelt, kom je er waarschijnlijk op de en. En dan kunnen we gaan bouwen en dan krijgen we mooie eentjes, bijvoorbeeld. Dan heb ik de hele tijd ready. De vraag van Arno is weg. Ik vond hem eigenlijk wel heel tof. Is hij er nog, toevallig? Anders stel ik sowieso voor. Hè? Want volgens mij, dit is sowieso en wordt opgenomen. Kan je terugkijken, gegevens worden uitgewisseld waar nodig is. En dan kunnen we altijd met elkaar in gesprek. Maar wat Arno vroeg is er onderzoek gedaan? Is er wellicht al onderzoek gedaan naar de vrije tijdbesteding van mensen in de toekomst? En wat zou dat dan betekenen voor verenigingen in relatie tot hun bestaansrecht? Maar wordt daarna gekeken, hè? Vrije tijdbesteding in de toekomst? Misschien weet Marlieke of Arno dat? Arno aan tafel? Nee, ik weet niet van de vrije tijdsbesteding in de toekomst. Ik weet wel dat de vrije tijdsbesteding, die is de afgelopen 10, 20 jaar wel enorm veranderd. Mm-hmm. En dat heeft in belangrijke mate te maken met schermpjes. Dus heel veel vrije tijdsbesteding gaat op aan de mobiele telefoon en de iPad. En dat gaat ten koste van andere vormen van vrije tijdsbesteding. En is het nou zo dat dat gebeurt omdat de jongeren dat meer doen? Zijn wij dat allemaal? Want is het nou zo dat ik jong ben en denk, leuk, mijn scherm, mijn iPad. En op een gegeven moment als ik dan 21 ben, denk, nou, maar nu wil ik eigenlijk dus
dat in het echt gaan ondervinden en onderzoeken. Maar dan heb ik daar niet genoeg tijd in gestoken. Snap je wat ik zeg? Ja, een ander onderzoek is de monitor amateurkunst. En daar zie je dat het vooral bij de tieners omlaag gaat. Maar het natuurlijk kan ook zo zijn, maar bij de tieners gaat de kunstbeoefening in de vrije tijd omlaag. Het is natuurlijk ook dat online. Mijn dochter die maakt allemaal edits. Ja. Van, ja. Dus die is ook heel kunstzinnig en creatief bezig. Maar digitaal. Via dat schermpje. Juist. Dus er zit ook nog een hele nieuwe wereld van aan kunstbeoefening en creativiteit in dat schermpje zelf. Dus, maar het fysieke... Heel plat schetsje. De muziekschool online. Zou dat een ding zijn? Of moet je dat toch wel? Wil je dat toch in het echt doen? Ik zie Marlieke ja knikken. Nou, die is er al in principe al. Hè? Je kunt online al heel veel vinden. Maar dat is natuurlijk wel voor een bepaalde doelgroep weggelegd. Je moet wel snappen. Hè? Je moet autodidact je lessen gaan volgen en alles als inrichten. Terwijl heel veel mensen natuurlijk wel behoefte hebben aan bijvoorbeeld een 1-op-1 setting. Dus en echt fysiek. Dat is vooral wat jongere mensen. Maar we komen weer even op die parapluvorm. Ik ken ook al verenigingen die dus wel die parapluvorm hebben gehanteerd. En waar je dus ook gewoon op digitale mogelijkheden met elkaar een vereniging kan vormen. Of een organisatie kan vormen. Dus dat is ook weer onderdeel. Die vereniging is een tijd toch misschien wel ver vooruit. Of juist in deze tijd goed ingestapt. Dus het kan wel. En hebben daar dus ook gewoon leden. Want daar wordt hen uitgelegd hoe dat werkt. En ze hebben daar cursussen in. En komen dus ook nog 1 of 2 keer per maand of zo bij elkaar. En de rest gaat digitaal. Dus dat is ook een vorm. En zij maken dan ook bijvoorbeeld muziek of dansen op digitaal en af en toe fysiek. Dus je kan er gewoon op inspelen. Ik denk ook wel dat we gewoon meer mix krijgen van dit soort kanten. Dat is denk ik ook heel gezond om dat te laten ontwikkelen. En dat wat je informeel doet. Maar anderzijds, maar misschien omdat ik zelf heel traditioneel werd opgevoed en nog helemaal in de situatie mocht verkeren dat het allemaal vanzelfsprekend was dat je algemene muzikale vorming kreeg en een instrument kon leren bespelen. Ik denk ook altijd wel van, kijk, de grote talenten, als je het hebt, dan kun je het wellicht ook gewoon online allemaal nu bij je halen en verwerven. Maar al die anderen die het vooral leuk vinden om het instrument te kunnen bespelen, het is ook een vaardigheid, het is ook oefenen, het is trainen, het is disciplineren, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En wij hebben, denk ik, inderdaad in het verleden vele grote blazers en slagwerkers aangeleverd, omdat er ook talenten ontdekt werden die juist door dat disciplineren en vaardigheden ontwikkelen uiteindelijk tot dat succes kwamen. En je kunt je altijd afvragen, is het nou zonde dat die talenten die wel in onze samenleving aanwezig zijn nu niet tot dat talent komen, omdat die lessen ontbreken en dus die vaardigheden niet meer ontwikkeld worden? Ik vind dat wel. Ik vind dat spijtig als dat talent er eigenlijk wel in zit. En anderzijds denk ik ook dat we allemaal aan toe moeten dat het altijd een soort van hybride vorm zal zijn. En mensen soms ook gewoon met veel plezier via online een muziekinstrument voldoende leren bespelen om daar plezier en lol aan te beleven. En dus moeten we er zeker niet van weglopen, moeten niet afkeuren. Het hoort moet er ook allemaal bij zijn. Maar het is een beetje en-en. Ja, inderdaad. En de kruisverschuiving. We willen natuurlijk veel langer verder, maar de tijd tikt door. Gelukkig hebben we nog steeds zometeen de deelsessies. Daar gaan we ons zo voor op klaarmaken. Maar eerst wil ik jullie hier aan tafel en Marlieke in het scherm ontzettend bedanken voor deze stukjes food for thought. Vooral inderdaad, waarop we verder gaan. Hopelijk ook in de deelsessies. Yes, en daar zijn we dan weer bij de mainstage. Ik hoop dat jullie genoeg info hebben opgehaald tijdens de deelsessies. En een beetje kunnen delen, een beetje kunnen ophalen, geïnspireerd zijn geraakt. En kijken wat je nog meer mee kan nemen in die rugtas, zodat je dat later weer kan uitdelen en terug ophalen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Want zoals beloofd in het begin, die fantastische ondernemer / woordkunstenaar / mastermind Danny Kuiper is hier, heeft meegekeken en gaat het nu allemaal op prachtige manier voor ons aan elkaar breien. En dan is dat een understatement, maar hij kan het allemaal veel beter. Dus ik geef jullie nu over aan Danny Kuiper. Het is goed dat ik jou mijn naam hoorde roepen, want ik was helemaal niet aan het opletten. Hoi, goedemiddag. Ik mag hem afsluiten. Dankjewel dat jullie zo lang hebben kunnen blijven kijken, kunnen blijven zitten, kunnen luisteren. Here goes. We zijn in Dynamo. En Dynamo, dat voelt voor mij als thuiskomen. Ik begon hier 16 jaar geleden aan mijn zoektocht wat ik kon betekenen voor de kunst,
waar ik zo van hield. Kijk, ik ben niet altijd spoken artiest geweest, maar in alles wat ik deed wel bloedfanatiek. Onder toeziend oog van Sander Waterschoot boekte ik shows voor het punkpubliek. Maar ook toen ik ouder werd en mijn zicht verloor op de scene, vond ik hier in Dynamo met de hulp van Karim de stappen naar het podium waar ik nu mee verdien. Zie je, dat is dat amateurkunst veranderen in professionele kunst. Want vanuit nowhere Amsterdam, van Poetry Circle met haar wortels, voedzame grond in Eindhoven. En natuurlijk, de eerste club was klein. Maar door vertrouwen vanuit de regisseurs, gemotiveerde deelnemers en een adem voor een lange termijn, is Poetry Circle 040 nu de circle met de meeste inschrijvingen. Mede dankzij mij. En dat zeg ik niet om mezelf op de borst te kloppen, want in iedere stad of dorp en in iedere vorm van kunst zit wel iemand zoals ik was en misschien nog steeds wel ergens ben. Maar het is de kunst die mensen te zien en te voeden en niet steeds te trappen op de rem. Maar kijk ook eens naar jezelf en naar je buurman of je buurvrouw. Kijk elkaar maar even aan. Doe maar even. Gemotiveerd en vol kennis en veel liefde voor je baan. Ik zie jullie bijna denken, we komen er wel. Maar niet in deze voornamelijk witte echokamer, want we horen de bel. Maar we zijn allemaal op zoek naar de klepel. En dat zeg ik, als witte cis man van in de 30. Je kunt kunst en cultuur aanbieden, maar als je niet weet waar het fundament ligt, dat betekent ruimte creëren voor een inclusief beleid. En daarmee bouwen aan een achterban van meer diversiteit. Want creativiteit is er aan overvloed. Dat is bewezen door jullie eentje. Maar weet ook dat je het samen doet en niet in je eentje. En natuurlijk is er vergrijzing en rijst de vraag over de toekomst. En is de jeugd nog niet, en is de jeugd ook niet meer zo geïnteresseerd als de kunst niet naar hen toe komt. Maar vooral niet geïnteresseerd als de kunst niet tot hen spreekt. En het is makkelijker dan gezegd, maar wellicht de tijd dat je met oude tradities breekt. En de brokstukken gebruikt om opnieuw te kunnen bouwen. Want ik geloof dat we dat nog steeds het hoogst in het vaandel hebben staan. Zoveel mogelijk mensen proberen te raken. Met de dingen die we maken. Dankjewel. Yeah. Dankjewel, Danny Kuiper. Onthoud zijn naam, alsof je zijn stem kan vergeten. Onthoud zijn naam, onthoud zijn naam. Maar ook inderdaad, het podium die aanbiedt, ga ik nog even schaamteloos pluggen. Onuitgesproken, sowieso moet je gaan checken als het weer kan, wanneer het er is. Maar voor hetzelfde geld vind je jezelf of ken je iemand die op losse eindjes moet staan. Check het allemaal uit, maar ook gewoon de uitwisseling van, hey, wat doe jij, hoe doe jij dat, hoe kan ik erbij aandragen, bijdragen, et cetera, het stukje. Dus nogmaals, een heel warm digitaal en zaal applaus voor Danny Kuiper. Thank you. En voor jullie zelf natuurlijk, want we zijn daar bijna. Maar inderdaad, Danny zei het ook al, die eentjes hè, waar we het in het begin over hadden. Want het toffe is, ik dacht, ik heb een eentje gebouwd. Superleuk. Maar toen kwam Matthijs. En Matthijs die had dus thuis niet één eentje, maar twee gebouwd. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Want die wist niet dat het een eentje moest zijn. En toen zei hij, ja, ik dacht dat ik juist had ontdekt dat het een eentje is. Kijk. Nou, dat vond ik super schattig, want toen dacht ik, wow, wat vet. Hij dacht dus nog verder. En toen dacht ik, ja, leuk waar, maar wat jij kan ik ook. Ik bouw er de eend van de toekomst van. Een toekomsteentje. Want kijk, hè, dit is dan die het doorgeeft aan de volgende generatie. Dus wij staan op. En het is ook een trappetje, want we gaan omhoog. Hey, eentje van de toekomst, dat je het maar weet. Maar ik ben benieuwd naar jullie eentjes. Laat hem even zien, als je hem hebt gebouwd. Als mensen, ja, kijk, zie ik. Wat tof, die heeft. Hé, hey, iemand heeft ook een soort van eentje van de toekomst met twee bekkies. I love that. Ja, en het leuke is dus dat hij er bij de meeste mensen, bijna iedereen anders uitziet. Die heeft een dubbel. Het grappige is, met die simpele blokjes die wij allemaal hebben gehad, hebben we dus toch een andere visie. En ik vind het heel leuk, want tegelijkertijd zie ik dingen waarvan ik dacht, oh, waarom heb ik daar niet aan gedacht? En zo gaat het dus ook binnen die sector, volgens mij. Kunnen we zo elkaar beïnvloeden. Hé, waarom heb ik daar niet aan gedacht? Is niet erg, want iemand anders doet dat. Maar zolang je die uitwisseling doet, dan gaat die goed. Want dan kunnen we er samen wel aan denken en het wel doorgeven. En ja, dan gaat het goed komen in die toekomst, right? Dus ben jij die toekomstverkenner wel of niet? Maar vind hem
en deel hem. En dan gaan we kijken naar wat we allemaal hier hebben geplant, gezaaid en welke prachtige bomen dat gaan worden. Ik ga jullie ontzettend bedanken voor deelname vandaag. Nogmaals, dit is allemaal opgenomen. Wat? Komt op de website van Kunstlok Brabant. Maar wat er ook nog komt, een korte vragenlijst. Komt naar jullie toe of jullie die alsjeblieft zouden willen invullen ter evaluatie. Want hey, I mean, je bent zo goed als het laatste commentaar wat je hebt gehad of zoiets. Maar ja, feedback is altijd welkom natuurlijk, maar ook gewoon wat je wilt delen. Want voor hetzelfde geld wil je een suggestie kwijt voor een volgende webinar of een bijeenkomst. Of gewoon iets wat jij aan het organiseren bent, maar laten we met elkaar in contact blijven. Dus als die vragenlijst komt, niet als spam behandelen, maar alsjeblieft gewoon snel een beetje beantwoorden. En dan heb je ons weer geholpen, zodat wij weer verder kunnen helpen. En stukje bij beetje doorgeven en denk aan die toekomst eend. Maar nogmaals, ontzettend bedankt aan alle sprekers die hier hebben gestaan, maar ook alle deelnemers thuis. Applaus voor jezelf, liefde voor jezelf, gezondheid naar jezelf. En nou ja, hopelijk weer tot de volgende keer. Mijn naam is Jennifer Munselag, dankjewel en tot ziens.